Op het programma staat vandaag voor beide ploegen, BSC 68 en Aardanneveen, een wedstrijd die gewonnen moet worden. Op papier de nummers 2 en 5 in de derde klasse A. BSC kan vandaag dichter bij de koppositie komen, mocht het winnen. Aardanneveen kan zich bij overwinning weer aansluiten in de race voor de titel. En dan is hier het fluitsignaal, we zijn van start. BSC zoekt. En dan wordt hier de pijnder gevonden en hij heeft zeeën van ruimte. Lutjehuis sprint hard terug en weet dan hier de poging nog van de pijnder te blokkeren. Dan de corner voor de Benthuizenaren. De bal wordt kort afgelegd. En dan wordt hier de bal verdedigd door Aardanneveen. Maar dan. De lange inworp wordt gelanceerd richting de 16 meter. En Antonius verdedigt hier heel matig uit. En dan is hier Stijn van Leeuwen. En hij doet wat een formidabel geplaatst schot van Leeuwen. Het staat 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Wat een schot. Oh, joh, joh. Die zie je niet vaak hier zo zuiver in de kruising geschoten. Ja, heerlijke goal hier van Stijn van Leeuwen. 1-0. Stijn van Leeuwen. Vrije trap voor BSC. De pijnen krult de bal het strafschopgebied in. Dan komt hier Zlatan Ibrahimovic. Oh nee, wacht. Het is toch Joep van Schalen met een kraatachtige poging. Lange bal naar voren. Dat kan gevaar opleveren. En dat denkt Mike Hamilton ook, die hier de spits neerhaalt en een gele kaart ontvangt. Vrije trap op een gunstige positie voor BSC 68. Hier dan, de pijnder. En, nee, ook oh, keeper. En gevaar weg. Daar wordt iemand neergehaald. Spel gaat door met Tom Nouwens. Die de bal paast naar Bouwhuis. Die dan een overtreding maakt. En vervolgens nog een slaande beweging maakt. Hij is helemaal wit heet. Vraagt om uitleg. Ja, de scheidsrechter die geeft terecht geel. Overtreding van Bouwhuis. Het spel gaat ondertussen verder. Tiki-taka à la BSC. De pijnder, doe je het dan nu? Nee joh, wat doe je nou jongen? Is het gevaar dan weg? Nee, nog een kans en... Nee, geblokkeerd. BSC gaat weer op zoek naar de 2-0. Die verdiend zou zijn als je kijkt naar de verhouding op het veld van Stralen. Die rent hier de bal achterna. En hij weet hier een hoekschop uit te halen. De hoekschop wordt genomen en... Ja, ja, goal! Golazo! Golazo van Joep van Schalen. Hij positioneert zich geweldig en komt dan de bal overtuigend achter de Chatagnier. Het staat 2-0 voor de Benthuizenaren. Wat een heerlijk doelpunt hier van Joep van Schalen. De Chatagnier peert de bal naar voren. En de bal stuitert hier over iedereen heen. Dan oei, au, 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 oei. Van de Straten komt hier à la Nigel de Jong in en dat levert hem hier een gele kaart op. Ja, dit had rood kunnen zijn hoor. Laatste kans voor rust dan. BSC met de corner. Bal voor. Keeper grijpt mis en dan kan dit gevaar opleveren. Bal terugkopt en dan Van Stralen, maar die mist volledig de bal. En dan fluit de scheidsrechter meteen af. It's tea time. De tweede helft is begonnen. Aardanneveen moet en probeert het met een voorzet, maar daar heeft BSC geen kind aan. Opmerkelijk als Lyon Corvin hier een grote mond heeft. Hij weet dat de scheidsrechter deze wedstrijd de gele kaart strooit als kruidnoten en nu mag hij hem zelf dus ook ontvangen. Aardanneveen probeert. De voorzet van Nouwens. Levi Tuit vangt, maar de scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Dan nog een keer Nouwens met een vrije trap, maar uitverdedigd. Even later krijgt Aardanneveen een corner mee. De bal die blijft in de 16, maar dan Alessio van der Straten die peert hem over. Dat betekent dat de ballongen mag gaan zwemmen. Nog een aanval voor BSC, nog altijd op zoek naar de 3-0. Job Splithoff dribbelt op en speelt hem diep op Van der Valk. Hij scoort, maar helaas het feest gaat niet door. Het is buitenspel. Aardanneveen geeft niet op en wil die aansluitingstreffer maken. Hier dan de voorzet. De bal wordt weggekopt. Valentijn Oudek dan, maar hij neemt hem op de toffel en ja, die gaat meters naast. De scheidsrechter fluit af in Benthuizen. BSC 68 had nauwelijks moeite met Aardanneveen en wint hier met 2-0.
Sander, 2-0 verlies. Wat vind je ervan? Ja, je hebt het gezien, Kees. Het lijkt op dit moment denk nergens op wat we doen. We creëren geen kansen, we komen niet tot kansen. Het is nu al een paar weken gewoon niet goed. Ik denk ook niet heel leuk om te kijken. We spelen gewoon niet het voetbal wat we kunnen spelen. Ik denk dat iedereen zich er wel van bewust is, alleen waar nou precies de zere plek zit. Op heel hard werken, de eerste helft na. Daar moeten we goed over nadenken en dan moeten we proberen volgende week wat aan te veranderen. Nou, wat vond je van de eerste helft? Qua arbeid goed, veldspel matig. Had beter gekund, maar goed, je ziet hoe het veld erbij ligt. Dus dat is best wel lastig voetballen. Ja. Zij zaten ook eerste helft kort op, waardoor je dus eigenlijk ook niet rustig kon voetballen. Maar als je kijkt naar kansen, denk dat we gewoon, het is niet geloof als ik zeg, als wij 4-0 hadden gerust, dan was er niks aan de hand. Ik denk dat wij ons huiswerk goed hebben gedaan. Ik zei net al, je zoon valt in, hè? Dat moet je dan als vader met een trots gevoel geven. Maar je bent altijd trots, zei je. Ja, ik ben altijd trots op mijn kinderen, dus of die nou wel voetbalt of niet voetbalt, dat maakt niet uit.